VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. Heracles heeft een einde gemaakt aan de knappe reeks ongeslagen uitduels van VVV. Zometeen de beelden. Ook kort de bekerwinst op FC Utrecht. En we kijken uiteraard vooruit op het belangrijke 6-punten duel tegen NAC Breda. Hunten. Hier komt wel geel aan, denk ik. Voor Prupper. Meer dan op zijn plaats. Voor het doel alleen Gladon. Daar meldt zich nu ook Niemeijer. Zo kan het natuurlijk ook. Montero, een meter of 17, 18 in de verre hoek. In de paal. Strak geraakt en van de doellijn gehaald. Maar is dit wel het signaal voor het thuispubliek om de ploeg tot nog wat meer daden te inspireren. Van de Buis. Hoe was... Is er langs. Bradley Kouwas, ja, fysiek sterk. Dan krijg je hem ook niet meer ingehaald. En hij maakt een geweldige goal. Oenerstal zal zich nog geruime tijd afvragen vanavond. Wat hem nou precies overkomt in de 36e minuut. Maar Kouwas breekt dit duel open met een knal van een treffer. Hij raakt hem strak. Hij kan langs een lineaal. Hij verdwijnt bij de tweede paal in het doel. Langs Oenerstal. Kouwas, knap. Heel knap zelfs. Kouwas, ja, het is nog een heel eind, maar hij heeft steun. Montero is met hem mee, Gladon is met hem mee. En ook aan de linkerkant liggen er mogelijkheden. En bij die bal, die gaat er weer in. Op vrijwel identieke wijze wordt Oenerstal weer geklopt. Nu door Peterson, maar die schiet de bal dan tussen de benen van de doelman door. Het is bizar, maar binnen no time tilt Heracles dit duel van 0-0 naar 2-0. Berekend op een ingooi, maar die blijft achterwege. Hunten. Geweldige knal van T. Dat is de pech van T. Je ziet hem aankomen, die bal. En je begrijpt ook dat iemand die goed kan voetballen die bal in één keer neemt. Niemeijer. Kouwas. Van afstand weer zo'n lastig schot. En dit keer is de herkansing omdat Oenerstal er weer niet goed uitzit. Verantwoordelijk voor 3-0. Nee, deze keeper zal deze avond het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. Labiele. Van Krooi. Hunten. Mooi meegegeven, goed gelopen. Misschien wel de mooiste actie van VVV op deze avond. En een redding van Castro voorkomt de eerste tegentreffer. Eventueel van de voet van Seuntjens. Het zit erop. In positieve zin voor Heracles, in negatieve zin voor VVV. Tweemaal Peterson, eenmaal Kouwas. De nul gehouden door de andere doelman Castro. En deze doelman zal vanavond wat moeite hebben om in slaap te komen. Ja, wat is jouw verhaal van de wedstrijd, Heracles-VVV? Nou, dat we heel goed gestart zijn die wedstrijd. Ik denk de eerste 20 minuten... Misschien wel het beste wat ik tot nu toe gezien heb. Als ik de wedstrijd ook terug zie. We spelen vrij uit. Zetten Heracles in eigen huis onder druk. Levert niet heel veel grote kansen op. Maar wel een aantal situaties die je creëert. Waarvan ik vind dat ze uiteindelijk de wedstrijd beïnvloeden. Dus de rode kaart van Hunten. Ik denk ook dat we twee, zeker één strafschop nodig of moeten krijgen met Hunten en de keeper. Maar ook een... Een tackle op Hunten van de linksback die helemaal geen bal raakt. Dus die of daarbinnen of op de rand is. Dus ja, waardoor je drie situaties afdwingt waarbij de scheidsrechter gewoon niet thuis geeft. Nou, dat is jammer. En na die 20 minuten neemt Heracles, krijgt iets meer initiatief, iets meer balbezit. Levert een schot op de paal op, maar daar blijft het dan ook bij. Ja, totdat eigenlijk het moment komt dat, dat Lars gokt dat er een voorzet komt en er een bal in de korte hoek gespeeld wordt. Nou, vlak voor rust krijg je nog zo'nzelfde soort situatie.
Daar ziet hij er ook niet helemaal goed uit. En ja, dan ga je met 2-0 de rust in. Wel, ik vond dat er echt heel veel ruimte was om te voetballen. Nou, in de rust een wisseling gepleegd om nog meer aan het voetballen toe te komen. Komen uit de rust en schieten direct een bal op de binnenkant van de paal. Waarbij je hoopt dat je een aansluitingstreffer maakt. Nou, ik moet zeggen, vanaf dat moment neemt Heracles wat initiatief. We hebben nog wel een kans met Clint om terug te komen in de wedstrijd. Maar ja, na de 3-0 is de wedstrijd beslist. Maar ik vind daar een hele slechte rol van de scheidsrechter in deze wedstrijd in zitten. Dus dat heeft bij mij wel de boventoon. En ik ben nooit zo aan het afgeven op de arbiters. Helemaal niet, want ik vind fouten horen erbij. Maar als je dit soort situaties zo inschat, maar ook dan na de wedstrijd dusdanig commentaar geeft, dan hoop ik ook dat de KNVB daar tegen optreedt. Dus je hoopt dat hij nog een vervolg krijgt dan, dit optreden van deze scheidsrechter? Nou, wat mij betreft wel, ja. Wat mij betreft vind ik dat daar heel kritisch naar gekeken moet worden. En als je na afloop ook nog woorden gaat verdraaien, maar ook nog voor de camera aangeeft dat de overtreding op Hunter geen rode kaart is, dan denk ik dat je goed na moet denken of je deze man voorlopig wel een wedstrijd laat fluiten. Want dat, wat mij betreft zijn er geen woorden voor. Als je na zo'n tackle nog zegt dat het een gele kaart is, dan moet ik eigenlijk alleen maar om lachen als je daar zo'n commentaar geeft. Voor de wedstrijd tegen Heracles bereikte VVV de derde ronde van de KNVB-beker. De Venlose club won overtuigend met 3-1 van FC Utrecht. Die beelden hebben we nog niet laten zien, dus bij deze. Al na 2 minuten zette spits Lennart T. VVV op voorsprong met zijn eerste officiële doelpunt in Venlose dienst. Torino Hunter verdubbelde de marge halverwege de eerste helft. Snel naar rust moest Utrecht met 10 man verder nadat voormalig VVV-speler Willem Jansen zijn tweede gele kaart kreeg. Toch wist Utrecht daarna de aansluitingstreffer te maken. Maar in de slotfase maakte Marino Rutte de bevrijdende 3-1. In de 8e finale speelt VVV op woensdag 20 december in Eindhoven tegen PSV. Daardoor wordt de wedstrijd VVV Heracles nu een dag later gespeeld, namelijk op zondag 24 december. Is dit het slechtste scenario wat eruit kon rollen? Een loting tegen PSV uit? Ja, denk ik wel. Zo hoop je altijd om een thuiswedstrijd. En dan ook nog een ploeg waarvan je hoopt dat je grote kans maakt om een ronde verder te komen. Nou, dat is in dit geval niet. PSV is denk ik op dit moment de beste ploeg van Nederland. Ook nog uit. Dus ja, dat is wel het slechtste scenario. Ja. Zo zag de training er vandaag uit. Tenminste voor ons. Want Stijn had vandaag weer een besloten training op het programma staan. En legt nog 1 keer uit waarom dat is. Ik vind, en niet alleen ik, maar ook mijn spelers vinden het toch lekker om in een heerlijke rustige omgeving 1 keer per week te trainen. Je kunt wat, je probeert soms wat dingen uit. Nou, dat was dan vandaag niet hoor. Maar ja, het is bij andere clubs heel normaal. Alleen ik moet dat blijkbaar elke week verantwoorden waarom ik dat doe. Die rust is trouwens niet nodig omdat er paniek in de koel is. Volgens sommigen lijkt de ploeg van Stijn na de derde competitienederlaag op rij namelijk in een neerwaartse spiraal terechtgekomen na de goede competitiestart. Nee, dat is meer een verhaal van de journalist en van de buitenwacht. Ik analyseer die wedstrijden op zich. Tegen PSV prima gedaan, daar is de rode kaart van Promes cruciaal. Daarna tegen ADO een hele slechte tweede helft gespeeld. Maar in de eerste helft kansen zat gehad om die wedstrijd op voorsprong te komen en dan wellicht te winnen. En tegen Heracles grote gedeelte niet gevoetbald, of niet goed gespeeld, maar wel een groot gedeelte wel goed gespeeld. En nogmaals de rol van de scheidsrechter heel negatief. Tussendoor uitstekend gespeeld tegen Utrecht, volgende ronde van de beker gehaald. Dus ik zit daar helemaal niet zo in. Kijk, er zit bij je een nederlaag tegen PSV, een rode kaart. Iedereen heeft daar kunnen zien. Volgens mij was dat een prima pot van onze zijde. Daarna Heerik tegen ADO Den Haag thuis. Eerste helft prima gespeeld. Tweede helft kom je achter met 1-0. En dan verlies je de wedstrijd omdat je geforceerd gaat voetballen. Verlies je met 2-0, maar die valt in de 92e minuut. Dus in principe is dat ook ongelukkig verloren. En daartussen heb je de bekerwedstrijd van Utrecht. Waar we gewoon goed spelen, vind ik. Echt dominant. Utrecht gewoon hebben weggespeeld redelijk. En daarna heb je Heracles uit. En dan heb je ook de invloed van de scheids. Dus ja, als je zegt dat wij in een neerwaartse spiraal zitten, volgens mij zijn wij promovendus. En als je dat gaat roepen, dan volgens mij kijk je dan gewoon alleen naar de scores. En heb je niet de hele wedstrijden gezien.
Ook het aanstaande duel tegen mede-Provendus NAC Breda zet volgens Stijn en Suntjes geen extra druk op de ploeg zaterdagavond in de Kool. Zoals je weet heb ik ook niet na die 7 wedstrijden 12 punten de Polonaise hier gelopen. We hebben heel realistisch naar alles gekeken. En kijken we ook heel realistisch naar de wedstrijden die we gehad hebben. Dat is onze kracht denk ik al die tijd geweest. We raken helemaal nooit in paniek door wat er ook gebeurt in de ploeg of door wat voor verhaal van buiten ook. Wij willen weer zo snel mogelijk punten halen. En dat moet hopelijk zaterdag tegen NAC beginnen. Nu komt er wel een cruciale reeks aan inderdaad naar de winterstop. En daar moeten we goed uitzien te komen. Anders kan de sfeer zomaar omslaan. Nou ja, ik vind onze sfeer bij onze groep, iedereen is echt positief. Iedereen kan goed met elkaar opschieten. We zijn eerlijk naar elkaar en hard soms, maar er wordt altijd geaccepteerd. En daardoor is de sfeer gewoon goed. Dus. Maar ja, natuurlijk als je gewoon 6 wedstrijden, 7 wedstrijden achter elkaar verliest, dan ga je natuurlijk met minder zin naar de club. En je wil wel een keer een overwinning proeven natuurlijk, of punten behalen. Dat lijkt me duidelijk, maar onze groep is daar stabiel genoeg voor. Willem II, Roda, Sparta, wij, NAC. Ik denk dat dat toch de ploegen zijn die in dat rechte rijtje voor de onderste plekken gaan knokken dadelijk over een tijdje. In het begin is het nog een beetje vertekend. Ik verwacht dat Twente en Groningen toch wel uit dat rechte rijtje zullen verdwijnen. Dus dat zijn toch 5-6 ploegen waarin je concurrenten zijn. En dat betekent dat hele belangrijke punten zijn om zaterdag in ieder geval in eigen huis te houden. Ik verwacht wel een redelijk open wedstrijd. NAC is ook wel een ploeg die druk wil zetten. Wij zijn ook een ploeg die gewoon wel aanvallend wil spelen. Dus het kan echt een open wedstrijd worden. Dus ik verwacht wel een leuke wedstrijd voor de toeschouwers. Stijn verwacht zaterdag te kunnen beschikken over een nagenoeg complete en fitte selectie. Alleen Opoku en Dekker zijn nog niet inzetbaar. Blijft voor jou toch een speciale wedstrijd of niet? Ja, het is nu wel een heel andere NAC natuurlijk. Toen waren er heel veel Nederlandse jongens ook. En jongens die in Breda woonden, die ik dan via Mats kende en op verjaardagen zag. En soms wat mee ging eten. Dus dat bracht wel een extra dimensie, zeg maar, aan de wedstrijd. En mijn broertje is nu ook weg. Maar het is wel leuk, want ik ken nog heel veel supporters van NAC. Dus dat wordt wel voor mij sowieso een leuke wedstrijd, ook omdat ik gewoon uit Breda kom. Thuis wist VVV meestal te winnen van NAC. De laatste keer, eerder dit jaar, waren de Bredanaren wel te sterk met 0-4. Die wedstrijd ligt nog vers in ons geheugen. We sluiten af met een mooi resultaat in de Eredivisie uit het seizoen 2011-2012. Het bleef toen lang 0-0 in de Kool. Boukari gaat erachteraan. Kan erbij. Boukari houdt hem binnen. En het is raak. Eigen doelpunt voor Stermans. Boukari een hoofdrol. En hij de ongelukkige. Het gaat ineens. Hij laat los. En dan is het raak. Terraula heeft de bal niet. En het is 1-1. Invaller Cullen schiet die bal erin. Holla. De voorzet nu in één keer. De bal blijft liggen en het is 2-1. Het is die andere Japanner, Yoshida. NAC geeft het helemaal weg in de slotfase. En alle Japanse fans die zijn gekomen zitten er niet voor niks. Want Cullen en Yoshida hebben gescoord. Weer een vrije trap van Holla aan de basis. Yoshida, boom. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.